5400 vierkante meter. En waar kom je vandaan? 1800. In Dordrecht, bij onze vrienden van TRL Fulfillment. Ja, bizar hè? Wat een gebouw. Ik wist niet wat ik zag toen ik hier aankwam rijden. Want we hebben ze 8 maanden geleden hebben we ze ook geïnterviewd. Waar staan jullie over 5 jaar? Wie weet, nog een groter pand. En toen zaten ze nog ergens 3 hoog achter. Nee, gekkigheid. Toen waren ze ook al mega ambitieus. En deze gasten zijn gewoon 22 jaar jong. En dan zet je zo'n pand neer. En wat zij doen is Fulfillment. Ben je benieuwd wat Fulfillment is? Ik zie dat als de nieuwe retailkanaal. De winkelstraat van Nederland zit namelijk hierin. Zij brengen namelijk alle logistieke pakketten van verschillende webshops weg zo naar jou als eindklant toe. En dat op 22-jarige leeftijd. Hey, ben je dan ondernemer of niet? Geef je dan gas? Dan geef je behoorlijk gas. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. Jij ook. Voordat je verder gaat kijken, abonneer even op ons kanaal. En dan ga je dit verhaal even horen en zien. Let's go! Rick, zijn we weer. Welkom terug. Ja. 8 maanden verder. Veel gebeurd? Niet normaal, toch wel? Jazeker. 5400 vierkante meter. En waar kom je vandaan? 1800. Zo. En daarvoor 1350. Hey, maar in 2022 begonnen. Ja. En nu, een paar jaar later, 4500 vierkante meter. Hoe heb je dat geregeld? Hard werken, denk ik. Nou, dat hoef je niet te denken. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dingen die we leuk vinden. Mm-hmm. En heel veel goede mensen erbij. Ja. Dat is altijd gelukkig geweest. Vanaf het begin heel veel fijne mensen. Die gelukkig lang bij zijn gebleven. Mm-hmm. Dus we hopen dat we een leuke plek hebben om te werken. En daardoor leuke mensen aantrekken. Ja, precies. En dat is wel de sleutel geweest. Maar met z'n tweeën was het heel moeilijk geweest om dit voor elkaar te boksen. En dan ben je net 2 jaar onderweg. Ja. Ik weet hoe het werkt, hè? Want dan moet je jaarcijfers aanleveren. Ja. Nou, die heb je dan van 1 jaartje. Ja. Alleen van het eerste jaar. Ja. De banken zijn dan niet heel erg grappig op, toch? Nee, nee, ik kan zelf niet eens hypotheek krijgen. Nee. Dat is zeg maar het verhaal. Ja, als ik zelf een huis wil, ik huur nu. Ja. Als ik zelf zou willen kopen, dan gaat het dan niet. Nee. 3 jaar cijfers en weet ik veel wat. Ja, dat heb je niet. Nee, ja, wordt lastig. Dus zeker, dat is met het huurcontract voor het pand, met de bank, met alles waar we grote uitgaven moesten doen in principe, is denk een stukje gunfactor. We hebben natuurlijk wel iets wat we kunnen aanleveren, dus dit zijn de cijfers, dit zijn de prognoses. Maar ja, we hebben niet tientallen jaren aan cijfers liggen van hey, dit is het en geef die zak met geld maar. Nee. Dus het is creatief zijn, actief erachteraan gaan, heel veel partijen spreken, maar dan komt het weer terug op hard werken. Ja. Dat is in principe wat tot nu toe voor alles de compensatie is geweest. Mm-hmm. Als dit via deze manier niet werkt, dan lost het via hard werken op een andere manier. Ja, precies. Maar alsnog, hè, dan ben je 22 jaar, dan zit je met een adviseur van de bank. Ja. In dit geval de Rabobank. Ja. Zit je om tafel. Hoe voer je dat soort gesprekken? Want die kennis moet je ook goed met hebben, toch? Veel met mensen om ons heen bellen. We hebben natuurlijk sowieso al veel ondernemers om ons heen. Mm-hmm. Met de boekhouder. En samen heel veel sparren. Ik denk dat daar de voornaamste kracht van ons ligt dan in dit geval. Ja. We kunnen het altijd tegen elkaar aanhouden. En waar we het vorige keer ook al een beetje over hebben gehad. We zijn best wel verschillend van elkaar qua kwaliteit, maar ook qua valkuilen. Mm-hmm. Dus dat versterkt elkaar heel erg. Ja, waar meer ingedekt is of wat veiliger misschien. En mm-hmm. Als ik het in eentje zou doen, zou ik alleen maar blind gas geven. Ja. Dus die combi, eigenlijk wat we vorige keer ook bespraken, is echt goud. En, ja, daardoor zien we eigenlijk wel vrij vaak dat we toch wel tot de juiste beslissing komen. Oh, mooi. Dus je sparren er heel veel over, als ik het goed begrijp. Dat is het vooral. Ja. En nog niet eens zozeer heel veel adviseurs van buitenaf. Alhoewel we wel dingen vaak bij andere ondernemers neerleggen, maar dat is vaak meer in de vorm van vriendschappen. Dus ik heb veel gasten met wie ik omga die een heel ander soort bedrijf hebben. Een schoonmaakbedrijf, zonwering, noem maar op. Ja. Daarover spar ik over dat soort zaken ook. Exact. Maar het meest specifieke is toch wel onderling. Mm-hmm. Dan gaan we er altijd maar vanuit dat ons gezonde verstand zeg maar, een goede keuze oplevert. Ja. Nou ja, wanneer ben je hierin getrokken? We hebben 1 januari de sleutel gekregen. Ja. Toen zijn we met de verbouwing begonnen, dat was helemaal leeg. Mm-hmm. Dus denk aan impacttafels, de lift, de verdiepingen, de stroom überhaupt, de beveiliging, noem maar op. Nu is het begin april, we zijn begin maart verhuisd. Gedurende een week, 5 dagen lang. Waarbij we dus 5 dagen elke dag heel veel transport hadden. Omdat je eigenlijk geen vertraging op kan lopen. Zeg maar. Dus als een klant verhuist, moet die ene klant op dezelfde dag volledig verhuizen. Oh, ja. Dus je kan niet de helft van die klant op maandag verhuizen en de andere helft op dinsdag, want dan kan je de orders niet verwerken. Nee. Dus dat heeft heel veel van onze mensen gevraagd. Enerzijds op de oude locatie, het klaarzetten ervan. Dus alles moet op tijd klaarstaan.
transport moet op tijd komen, op tijd inladen, op tijd uitladen, hier op de juiste plek worden gezet. Waarbij je eigenlijk de shift heel grappig zag van in het begin van de week werkte heel veel, bijna iedereen werkte op die oude locatie. Mm-hmm. En naarmate de tijd vorderde steeds meer op deze locatie. Dus achteraf een hele vette week. Omdat eigenlijk van iedereen veel gevraagd werd. Dus ja. HR moest de planning goed hebben van hey, hoeveel werkt op deze locatie, hoeveel werkt op die locatie. En vooral in de loods moest het natuurlijk soepel verlopen. Ja, exact. Dus ja, spannende periode hebben jullie gehad zo het eerste kwartaal van dit jaar. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat het minst binnen mijn takenpakket viel, zeg maar. Dus niet dat ik me niet mee heb bemoeid, maar ik heb het vooral te danken aan Toe en Sit en iedereen verder ook. Maar die hebben de planning natuurlijk maanden van tevoren al gemaakt. Ja, mega strak gemaakt. Ja. Hey, even voor de kijker, Rick. Hè? Ja. Fulfillment. Ik heb net buiten gezegd, ik zie dit als het nieuwe retailkanaal van Nederland. Hè? Ja. We zijn steeds minder winkels en alles gaat meer en meer online. Ja. Dus is dit de nieuwe winkelstraat. Ja. Toch? Nog steeds. Met allemaal winkels. Ja. Hey, maar even voor de kijker, wat is dit precies? Logistiek voor webshops noemen we het altijd. Dus in principe zeggen we altijd webshops die geen eigen magazijn willen, die kunnen het bij een partij zoals ons onderbrengen. We zien eigenlijk vaak dat de meest kleine doen het vaak zelf, vanuit de garage of iets dergelijks. Mm-hmm. De meest grote doen het ook zelf, maar dan een eigen magazijn, H&M, noem maar op. Daartussenin zit een hele grote categorie die vaak bijvoorbeeld veel reizende ondernemers, dus die willen lekker op Bali zitten of die willen geen eigen kantoor, die er helemaal geen zin in hebben om eigen magazijn te hebben en die denken van hey, laat me het maar uitbesteden. Dus jij doet alles voor die dropshippers? Nee, dropshippers niet. Nee, okay. Nee, dat gaat rechtstreeks, toch? Die hebben geen eigen voorraad Nee, dat is ook zo. Die hebben niet in Nederland voorraad. Dus die categorie we net niet. Nee. Maar eigenlijk de webshops die voorraad in Nederland hebben, veel binnen de EU verzenden. Kijk, we verzenden wereldwijd, maar het grootste voordeel zit in de EU. Eigenlijk voor die middencategorie zie je vrijwel altijd dat je en voordeliger uit bent en het geen tijd kost als je het uitbesteedt. Dus als je het zelf gaat doen, ben je en duurder uit en het kost je ook nog eens tijd. Ja, precies. Dus het is bijna altijd wel een logische keuze om het uit te besteden. Dus het is ook niet zozeer, de klantengroep die wij aanspreken is ook niet zozeer mensen die het eerst zelf doen en dan gaan uitbesteden. Want vaak is die rekensom al gemaakt van hey, ik ga het uitbesteden. Dus het grootste deel is eigenlijk in overstappers tussen verschillende partijen. En dat is eigenlijk waar de grootste beweging in de markt zit, is tussen verschillende partijen heen en weer van hey, we zitten hier, maar daar kan het voordeliger. Of we zijn niet helemaal tevreden daar. Wordt misschien meer aan onze wensen voldaan. Hoe maak jij die berekeningen om uiteindelijk een keuze te maken om hier naartoe te gaan? Ja, we hebben eigenlijk gekeken naar als we op de huidige klandizie zitten, dus de huidige omzet, huidige inkoop, et cetera, kunnen we dan die stap überhaupt maken? Stel we in het allerslechtste scenario komt er nooit meer een klant naar ons toe, maar er gaat ook niet heel veel weg. Kunnen we dan alsnog grond maken? En dat is ook het geval. Ja, dus precies. Eigenlijk het oude pand, laten zeggen, zoveel mogelijk volproppen, als in daar veel marge maken, zodat we die stap konden uitleggen en logisch konden maken van hey, zelfs als we niet extra klanten zouden toevoegen, dan is de stap ook logisch. Ja, precies. Maar dat betekent ook dat je huidige klantenpakket enorm aan het doorgroeien is. Ja, dat is waar ook een heel groot deel van onze groei in zit. Gelukkig is dat de klanten die we al hebben aangesloten, dat die doorgroeien. En dat zien we hopelijk deels doordat ze met ons samenwerken en bijvoorbeeld goedkoper kunnen verzenden, naar meer landen kunnen verzenden, sneller kunnen verzenden, waardoor klanten tevredener zijn, vaak opnieuw bestellen. Het is totaal niet onze prestatie natuurlijk, de prestatie van de klant, maar als we daar iets kunnen bijdragen, dan is dat natuurlijk een win-win. Ja. Als wij betere service leveren, zijn zij tevredener, zijn hun consumenten weer blijer, bestellen ze vaker en zijn wij ook weer blij. Nu heb je 4500 vierkante meter. Heb je nog veel over? Nu nog wel. Ja, ja, we zijn natuurlijk net verhuisd. Daarbij hebben we tijdens de verhuizing eigenlijk gekeken van oké, wat zijn de samenwerkingen waar we eigenlijk op leeglopen als het ware. Gezien ons al in tarief moeten we natuurlijk heel goed kijken naar de verhouding tussen de voorraad en de aantal orders. Hoe minder voorraad, hoe meer orders, hoe gunstiger voor ons. Wat ik zei, gezien ons al in tarief is dat heel belangrijk. Wat voor ons killing is klanten die aan het begin bijvoorbeeld heel veel orders hebben en heel weinig voorraad. En dan naarmate de tijd groeit, de orders afnemen en de voorraad heel veel toeneemt. De tarieven zijn dan gebaseerd op veel orders en weinig voorraad en zijn eigenlijk veel te laag voor het profiel later. Vaak wordt dat gewoon tussentijds gecommuniceerd van hey, verwachten jullie verloop in de, verwachten jullie piekendalen, verwachten jullie dat de voorraad nog verder gaat toenemen. Als die verhouding echt te slecht wordt en lang aanhoudt, dan is het op een gegeven moment het punt dat ze zeggen van oké, misschien is het beter om naar een andere partner te kijken waar je bijvoorbeeld wel voor opslag betaalt. De valkuil is natuurlijk dat het hier helemaal vol staat met allemaal mensen die niks betalen voor de opslag, wat ons model is, maar niks verzenden. Zeg maar, dat is killing.
Hey, nu ben je snoeihard aan het werk. Hè? Je gaat het tweede jaar in. Ja. Hoe hou je jezelf fit? Veel sporten. Ja, doe je dat toch? Ja. Daarover ook veel met Toe in gesprek geweest. Eigenlijk wat we willen voorkomen is dat we alleen maar blind werken en in piekperiodes zeg maar, heel veel laten versloffen. Mm-hmm. Persoonlijk, zeg maar. Bijvoorbeeld, laatste piekperiode, dus piek in ons geval is vierde kwartaal, Black Friday, kerst, et cetera. Ja. Dat zijn eigenlijk weer die thema's, hè, waar de online webshops dan opteren. Ja. Anders voor jullie ook weer bizar druk. Er is zo'n groot deel van de jaaromzet valt in dat kwartaal. Oh, ja. Dat die piek gewoon heel, heel groot is. Dus de uitdaging is, ja, je kan moeilijk heel het jaar veel te veel personeel hebben en dan in het vierde kwartaal precies genoeg. Ja. Maar je kan ook heel moeilijk heel het jaar genoeg personeel hebben en dan heb je in het vierde kwartaal veel te weinig. Mm-hmm. Dus die pieken zijn de uitdaging. Waarbij we afgelopen vierde kwartaal dus hebben gemerkt dat we zelf echt gigantisch onder zijn geleiden. En niet alleen Toon en ik, maar ook heel veel anderen die bij ons betrokken zijn, zeg maar. Mm-hmm. Veel gewerkt en sporten ga je niet meer doen. Je hebt bijna geen vrienden meer, zeg maar. Nee. Je eet nog net wat. En je slaapt nog af en toe. Ja. Wat ook achteraf weer heel gaaf is. En het is leuk om terug te kijken. Tuurlijk, ja. Maar het is niet duurzaam. Zeker niet. Vooral, maar in een moment, hè, dan vind je het niet leuk als je in het moment zit. Maar als je er altijd weer op terug kan kijken, denk je... Dat is vet. Jezus, waar waren we mee bezig? Ja. Het was toch wel heel vet. Ja, dat is vet. Dat is vaak zo. Maar los daarvan proberen we gewoon, sporten we allebei veel. En eten we jezelf fit. Ja. En wie doet de acquisitie? Want je wilt natuurlijk ook weer nieuwe klanten erbij hebben. Wat heel erg belangrijk is. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik voor het grootste deel eigenlijk. Enerzijds omdat ik uit de webshopwereld kom, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb zelf een webshop gehad en dat is makkelijker meepraten. Alhoewel, hoe langer ik uit ben, hoe meer sommige dingen soms weer vervagen. Of hoe snel dingen nu veranderen. Daar ben ik niet meer helemaal van op de hoogte. Maar ik kan wel redelijk goed begrijpen waar ze tegenaan lopen. Wat uitdagingen zijn waar je extra marge kan maken. Mm-hmm. Ik weet nog uit mijn tijd, toen ik een webshop had, hoe verbaasd ik eigenlijk was of hoe blij ik was om te ontdekken hoeveel verschil in marge je kan maken door bespaard op je verzending. Want in principe heb je er zelf net zoveel werk aan. Want ik kan zo een euro of twee euro meer marge maken op elke zending. Ja, dat tikt gewoon enorm aan. Zeker in e-commerce waar als de volumes hoog zijn. Ja, waar de marges klein zijn. Ja. Dus ja, door die tijd heb ik ook zelf nog wel redelijk netwerk in de webshopwereld. Mm-hmm. Dus ja, vandaar ook dat eigenlijk de acquisitie bij mij terecht is gekomen. En dat gaat gelukkig nog grotendeels op mond-to-mond. Mm-hmm. Dus ja, we hopen goed werk te leveren en aan de hand daarvan dat mensen zeggen van hé, waar zitten jullie eigenlijk qua fulfillment? Mm-hmm. Oh, daar zijn we heel tevreden. Dat is eigenlijk de fijnste manier hoe we tot de klant kunnen komen. Ja, is toch altijd mond-to-mond, goedkoopst, het betrouwbaarst. Dat is eigenlijk tot nu toe. En maar daarnaast zijn we ook continu bezig met hé, hoe gaan we. We kijken naar andere bedrijven, hoe doen zij het? Mm-hmm. En hoe gaan we ons presenteren voor klanten, maar ook zeker voor personeel? Ah, ja. Daar hou ik me dan weer minder mee bezig, mm-hmm. maar tegelijkertijd wel met het plaatje naar buiten toe. Zeg maar. Ik doe eigenlijk het meeste contact naar buiten toe. Dus bijvoorbeeld samenwerken met sportverenigingen, met scholen, et cetera. En dat is dan vooral in de richting van personeelwerving. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook van op welke beurzen gaan we staan dit jaar? Wat doen we qua social media, uitingen, et cetera? Ja. Hoop facetten, maar daar weet je alles ja, van. Ja, zeker. Met social media kan ik je altijd helpen, maar zeker weten. Hey, ik zag daar nog een derde verdieping. Zullen we eens even boven kijken? Mag ik kijken? Ja, mooi. Ja, dan staan we hier bovenaan. Hè? Dus kijk je hier zo naar beneden, dan zie je het hele pand. Je moet geen last van hoogtevrees hebben, maar wat doet dat met je als je hier zo kijkt? Ja, dat is vet. Ja. Zeg maar, het is sowieso, als je het vergelijkt met het vorige pand, vind ik het vooral fijn hoe overzichtelijk alles is. Ja. We hebben daar zoveel dingen zijn we tegenaan gelopen waarvan we dachten, hey, als we dan gaan verhuizen, dan willen we dat gefixt hebben en dat gefixt hebben. En dat is gewoon vet om te zien omdat dat nu gerealiseerd is. Ja. Tegelijkertijd is het ook wel interessant om overzicht te... Kijk, ik ga hier niet heel de dag staan, maar het is wel grappig om soms te zien van... Ook een stukje van trotsheid, toch? Ja, zeker weten. En dan heb je zo'n groot pand en dan mag je ook trots op zijn, hè? Zeker weten. Vooral na 2 jaar dat je dat gerealiseerd hebt. Ja, ik vind het vetste de mensen die er werken, zeg maar. Ik weet niet, dat voelt toch alsof je de meeste impact maakt. Mm-hmm. Kijk, we weten ook dat we voor de klanten impact maken. Maar uiteindelijk gaat het toch om dozen en om cijfers, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, als wij weten dat mensen hier met plezier komen werken en waaruit blijkt dat ze veel vrienden vertellen van hey, het is hier leuk om te werken, kom hier ook werken. Dat is eigenlijk
voor mij de grootste waardering. Dat ik denk van oké, we hebben een vette werkplek en daar kan je ook het meeste op voortbeduren. Dat geeft dan heel veel voldoening. Ja, dat snap ik wel. Ja. En ik zie hier ook allemaal blauwe bakjes staan. Hè. Ja. Dat is wel het voordeel van fulfillment centra. Wanneer je wat kleiner product hebt, dat je de hoogte in kunt gaan en daar heel veel volume gaat zitten, toch? Ja, wij focussen ons vooral, zeker voor nu, op relatief kleine producten. Ja. Er zijn ook veel partijen die wel gespecialiseerd zijn in grotere producten. Mm-hmm. Hoort denk ik een wat ander verdienmodel bij. Doordat we vooral richten op kleine producten, kunnen we daarvoor heel laag tarieven aanbieden. En hebben we gewoon aan het begin gezegd van oké, zolang we daar nog markt in kunnen vinden en zolang we daarin kunnen blijven groeien, dan blijven we daar gewoon op focussen. Want dan gaan we daar het grootste verschil in maken. Mm-hmm. Als we nu iets anders daarnaast gaan doen, kan heel leuk zijn, maar het totaal is echt veel te vroeg. Ja. Dan ga je je focus nu overleggen, terwijl je pas op 10% zit misschien van de capaciteit die je kan halen in de markt waarin we graag het verschil willen maken. Even de toekomst, hè? Je bent nog maar 2 jaar onderweg. Over 5 jaar. Ja, heel lastig te voorspellen, zeg maar. Ja. Zolang we het leuk vinden en zolang we goed werk kunnen leveren, blijven we het lekker doen. Gezien de gekke groei die we nu, tot nu toe hebben gehad, durf ik niet te zeggen hoe dat over vijf jaar is, zo ver vooruit kijken als je pas 2 jaar bestaat. Mm-hmm. Ik denk wel dat als ik voor Toe en ik spreek, dan de markt heel vet vinden, het bedrijf heel vet vinden, als in, ja, we vinden het gewoon vet om met mensen te werken, zeg maar. En als je kijkt, voor de omzet die we draaien hebben we relatief veel mensen, denk ik. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een softwarebedrijf. Met software kan je misschien met 5 mensen even omzet draaien. Ik denk dat wij het vooral juist een voordeel zien dat we zo'n vette grote club opbouwen, zeg maar. En achter mij, die kleine doosjes. Hier gebeurt het wat, hè? Ja, nou ja, als er veel orders zijn wel. Ja. Dus het verschilt, het is per, we pikken vanaf pallets, mm-hmm. maar ook vanuit stellingen en vanuit bakjes. Afhankelijk van het aantal varianten, dus het aantal SKU's dat een mm-hmm. webshop heeft, afhankelijk van het aantal orders. SKU's, ik weet wat het is, maar wat is een SKU? Ja, een variant, zeg maar. Dus als je 1 shirt hebt, maar in 4 kleuren, mm-hmm. dan zijn het 4 SKU's. Als je ook nog in 4 maten hebt, dan heb je 16 SKU's. Dus elke combinatie van kleur en maat mm-hmm. is een SKU. Die allemaal een aparte locatie nodig hebben. Oh, ja. Afhankelijk van het profiel van een klant, dus mm-hmm. orders, aantal varianten, formaten, maken we de keuze op welke verdieping moet liggen. Moet het beneden vanaf de pallets worden gepikt? Mm-hmm. Dat is vaak weinig varianten voor orders. Ja. Veel varianten en ook voor orders stellingen hieronder. Mm-hmm. Nog kleinere producten, bakjes. Dus eigenlijk per klant gewoon kijken van welke verdieping komt het. En we willen altijd 1 klant volledig op 1 verdieping om het pikproces makkelijk te houden. Dat je niet voor 1 bestelling naar boven, naar beneden, weer naar boven moet. Nee, dat schiet dan ook niet op. Nee, dat is niet efficiënt. Nee. Hey, maar nu weet ik ook dat in fulfillment center, ik zie ook allemaal van die robots en zo tegenwoordig al voorbij komen die met producten. Hier niet? Nee, zie ik hier nog niet. Is dat al wel een wens voor in de toekomst? Voor nu nog echt totaal geen behoefte aan. Tegelijkertijd willen we ook juist persoonlijke aanpak blijven houden voor klanten. Dus alhoewel we niet met elke kleine aanpassing in zee gaan, zeg maar, of niet akkoord mee gaan. Mm-hmm. Dus, ja, als je 1 pakket per dag verzendt en je vraagt, doe eerst een salto en doe dan een stukje om het pakket, dat wil ik. Ja, dat gaat niet lukken. Nee. Maar we proberen wel relatief goed mee te denken en veel maatwerk te doen. Dat is denk ik beter hanteerbaar als je nog niet aan robotisering denkt. Mm-hmm. Tegelijkertijd voer ik natuurlijk wel altijd gewoon gesprekken om te kijken van hey, wat ze loopt, dat we terug zouden kunnen verdienen, wat voor investeringen zouden we nu kunnen maken. Dat is een beetje de gang van zaken nu, maar ik verwacht niet op korte termijn. Als je voor een jaar weer terugkomt, denk ik niet dat we heel veel robots hebben rijden. Nee, ja, ik ga er gewoon vanuit dat pand helemaal gevuld is. Ja, we doen ons best. Leuk. Ja. Hey, ik wil je gewoon bedanken voor het interview weer. We blijven elkaar volgen. Ja, dat is leuk. Ik vind het echt heel indrukwekkend wat jullie al neerzetten zijn. Ja, bedankt dus, voor je interesse. Mag je best trots op zijn. Dank je wel. En zet hem op. En neem veel mensen aan. Oh, ja, hou de sfeer goed. Ja. Meer mensen is ook meer zorgen. Ik snap de gedachte, maar in principe meer mensen, meer pakketten, toch? Ja, zo is het ook. Maar probeer daar scherp op te zijn. Ja. Dus ik ga je een hand geven, man. Dankjewel weer, man. Zet hem op. Leuk. En ja, zeker. En ik hoop je toch weer volgend jaar weer te spreken. Zijn we weer een jaartje verder. Wie weet waar we dan zijn.